Terwijl mijn medewerker als het goed is de motieteksten heeft ingeleverd aan de griffier, zal ik vast voorlezen. De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het OM op dit moment een jihadist uit Nederland vervolgt wegens deelname aan de islamitische terreurorganisatie Jabhat al-Shamia. Overwegende dat opeenvolgende regeringen deze en mogelijk andere terreurgroepen via het NLA-programma steunden. Overwegende dat de ministers van Buitenlandse Zaken Koenders, Zijlstra en Blok voor dit beleid verantwoordelijk zijn. Overwegende dat het niet vervolgen van de Nederlandse staatssteun aan terreurgroepen van ernstige rechtsongelijkheid zou getuigen, indien het OM tegelijkertijd wel Nederlandse ingezetenen vervolgt voor het steunen van deze groepen. Overwegende dat deze ernstige rechtsongelijkheid mogelijk zelfs de vervolging van Syriëgangers kan blokkeren. Overwegende dat strafrechtexpert meester Knoops op 10 september jongstleden in Trouw stelde dat de minister die verantwoordelijk is voor het NLA-programma en de steun aan Jabhat al-Shamia zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan een ambtsmisdrijf. En dat de minister dus strafrechtelijk kan worden vervolgd als blijkt dat hij opzettelijk nalatig is geweest. Einde citaat. Overwegende dat het steunen van terreurbewegingen die mogelijk tienduizenden doden op hun geweten hebben niet ongestraft mag blijven, roept de regering op om het OM aan te wijzen om te onderzoeken of Koenders, Zijlstra en Blok zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan één of meerdere strafbare feiten en de Kamer te informeren over de mogelijkheden om tot vervolging van deze voormalige bewindslieden over te gaan en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat er geen realistisch alternatief is voor de Assad-regering. Overwegende dat de pogingen van de kabinetten Rutte om de regering Assad te destabiliseren en verdrijven slechts hebben geleid tot het voortduren van het bloedvergieten, roept de regering op nu alle steun voor gewapende en niet gewapende oppositiegroepen in Syrië te staken en publiekelijk te erkennen dat de regering Assad het legitieme staatsgezag draagt in Syrië en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat de Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat de Syrische... De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat de Syrische burgeroorlog nu ten einde loopt, overwegende dat het grootste deel van Syrië nu weer in handen is van de regering Assad, overwegende dat de heer Walid al-Mualem, de minister van Buitenlandse Zaken van Syrië, vorige week tijdens zijn toespraak aan de VN heeft aangegeven dat Syrië klaar is om de tijdens de oorlog gevluchte Syriërs weer terug te verwelkomen in Syrië, roept de regering op een regeling te treffen met de Syrische regering om alle Syrische asielzoekers en statushouders zo spoedig mogelijk naar hun thuisland te doen terugkeren en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit de beraadslaging. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dan zijn we hiermee aan het eind gekomen van de tweede termijn van de kant van de Kamer. De laatste motie.